Let's go opera. Wat gebeurt? Is dit de Horn of Gondor? Want dan moet ik gaan, denk ik. Hey, hallo, wat leuk dat je kijkt. Arie Boomsma die liet de Nationale Opera weten dat Pepijn Lanen graag eens een opera wilde bezoeken. Dus vanavond neem ik hem mee naar de première van Wozzeck. En dat is ook de kick-off van het Opera Forward Festival, waarin eigenlijk nieuwe wegen op het gebied van opera worden ingeslagen. Dus ik ben heel benieuwd. Maar Pepijn Lanen, wie is dat eigenlijk? Pepijn Lanen. Oftewel Fabiello. Is rapper en schrijver. Hij maakt solo platen. En is onderdeel van Denken Voelen. Van de ervoring. Van Denken En is onderdeel van de jeugd van tegenwoordig. En dat is wat je zegt. I'm pretty sure we said that. Wat zeg je nou? Je bent de shit, denk dat. Je bent een sham, back dat soort. Maar je weet niet wat er gebeurt. Wat gebeurt? Wat gebeurt? En schrijver van de romans Schumig en Naamloos. Ik heb hem gezien. Ben je wel eens eerder naar een opera geweest? Jazeker, ik ben naar Prins Igor geweest en La Bohème. En het smaakte naar meer? Absoluut. Waarom dacht je van ik wil nog een opera zien? Je was niet uitgeproefd? Het waren twee hele verschillende uitvoeringen en ik dacht een derde moet dan toch wel doorslaggevend zijn. Als je aan opera denkt, waar denk je dan aan? De clichés wat je dan kent uit film of televisie. Bianca Castafora uit Kuifje die met haar stem al het glas kapot kan maken. Maar als je dan echt in zo'n voorstelling bent en ernaar aan het kijken bent, is het toch eigenlijk heel anders. Ze zingen wel heel veel en dat is ook wel het ding, maar tegelijkertijd wil je ook weten hoe het verhaal zich ontwikkelt. Ja, ik wou zo het libretto nog wel heel even snel doornemen, maar ook niet te lang van tevoren. Het is een German. Ja, precies. Praat je een beetje Duits? Nee. Zwiebeln. Uien zijn dat. En zenf is mosterd, dat weet ik ook. Let's go opera. In het heel kort gaat het over Wozzeck. Hij is kapper en getrouwd met Marie. Kijk ze stralen met z'n tweeën. Maar Marie, die hebt het ook hartstikke gezellig met een andere man. Nou. Dit gaat natuurlijk te ver. En daarvan draait Wozzeck dus helemaal door. Marie wordt er gedurende het stuk niet aantrekkelijker op. Misschien een beetje lipstick? Maar Wozzeck accepteert niet dat er een scheve schaats wordt gereden en vermoordt Marie. Wozzeck die verdrinkt uiteindelijk. Ja, het is wel echt een sneu einde, maar ja, er komen er wat kleurrijke kinderen op het podium en dan ziet het er toch wel weer heel gezellig uit hoor. Voilà, de samenvatting. Wat vond je van de voorstelling? Fantastisch. Wauw. Ja, het was een stuk verhalender dan die vorige twee opera's die ik gezien had. Het gaat gewoon over de descent into madness. Toch? Van de hoofdpersoon. Er wordt de hele tijd op allerlei manieren aangegeven dat hij niet helemaal goed snik is. Wat waren elementen die je van tevoren niet verwacht had bij een opera? Die kinderen. Kwetsbaar en klein of zo. Maar als ze dan wel heel goed ingestudeerd aan het dansen zijn, dan lijkt het wel net alsof het gewoon grote mensen zijn. Het was heel vervreemdend meteen in het begin al. Dat vond ik echt super tof. Ja, als ze met z'n allen naar beneden komen van die glijbaan, was ook wel weer heel onverwacht. Of heel erg dynamisch ineens weer. The Children. Children of the play. Ja. Merk je eigenlijk sinds dat je vader bent geworden dat zo'n kind op het podium je meer doet? Ja, zeker. Overal kleine kinderen. Dus meteen meer een ding dan daarvoor. Er is nu de jeugd van tegenwoordig, de musical. Ja. Wat zeg jij als ik zeg over 5 jaar en de jeugd van tegenwoordig, de opera? Let's go. Ja, de première is natuurlijk hier. Why not? Yes. Zou jij een opera willen regisseren? Willen regisseren? Nee, dat lijkt me heel ingewikkeld. Ik zou wel wat willen schrijven waar iemand anders dan al het zware werk voor doet achteraf. En dan later ook regisseren. Is dit de Horn of Gondor? Want dan moet ik gaan, denk ik. Wat ga je de volgende keer doen eigenlijk? De volgende keer ga ik met Maxime Hartman naar Onegin. Doe hem de groeten voor mij. Vind je hem leuk? Ja, zeker. Hele aardige kerel.